wij als parlementariërs, dus we zijn geroepen om met name verantwoording te vragen aan de regering. En de regering is verplicht om die verantwoording af te leggen. Want dat is een van de core zaken, een van de basiszaken van het parlement. We maken wetgeving, maar we mogen ook natuurlijk weten wat, hoe het beleid zich ontwikkelt. En ten aanzien daarvan zijn dus dan concrete vragen, opmerkingen gesteld waar de regering antwoord op moet geven. Het is een spoedeisend karakter. Denkt u dat de regering daar antwoord op zal geven? Kijk, de vicepresident zegt natuurlijk op een politieke bijeenkomst van alles. Maar de realiteit van het democratisch systeem en van een rechtsstaat is dat wanneer er iets aan de orde is, iets vreemds aan de orde is, dat staat in artikel 35, hè, er iets vreemds aan de orde van de dag is, inlichtingen van de regering mag worden verlangd en dat daartoe verlof van de Nationale Assemblée wordt gevraagd. En het gaat erom dat eigenlijk zo snel mogelijk informatie wordt verstrekt aan de Nationale Assemblée. Want dat is het formeel instituut. Daar moet je formeel de informatie verstrekken. Iedereen kan op elk politiek podium van alles verklaren. Maar in de Nationale Assemblée behoor je informatie te verstrekken waar wij op kunnen staan, waarop wij kunnen rekenen, wat officieel is, wat gebruikbaar is om met name de debatten ook op een goede manier te kunnen uitvoeren. Het is een prerogatief van de voorzitter. Tegelijkertijd is dit zo'n nationale kwestie waar de voorzitter dus niet aan voorbij kan gaan. Ik denk dat elke voorzitter die daar zou zitten direct zou begrijpen, dit is toch zo ernstig. De hele samenleving is in rep en roer. Suriname zit in een heel groot probleem. Als 100 miljoen kasreserve niet te verantwoorden is, is dat een zeer, zeer ernstige zaak. En iedere goede voorzitter, die zal direct zeggen van nee, nu moet met spoed de regering komen naar het parlement.